Ik werk op een school met zeer veel kinderen in een kwetsbare situatie. En wij maken eigenlijk geen onderscheid tussen kinderen met of zonder papieren. Natuurlijk is dat onderscheid er wel en we zijn daar wel gevoelig voor. Maar in het beleid dat we hebben op school of de keuzes die we maken of de dingen die we aanbieden aan kinderen, zit er daar geen onderscheid in. Bijvoorbeeld als er een nieuw kind bij ons op school komt, dan praten wij met de ouders, praten wij met dat kindje en proberen wij in te schatten hoe dat een situatie is. Als dat kinderen zijn zonder hun papieren, dan kijken we van oké, welke actoren zitten er al rond jullie, welke organisaties zijn er al bij jullie betrokken, kunnen wij als school nog iets extra doen. Als ze geen papieren hebben, krijgen ze de juiste informatie, hebben ze al de juiste partners, weten ze naar welke organisaties dat ze moeten gaan, hebben zij al een basisvoorziening, zijn die oké, hebben ze een huis, hebben ze eten, hebben ze kleren, hebben ze nog juridische raad of advies nodig? Of kunnen we ons focussen op het onderwijs en zorgen dat jullie kind hier terecht kan, dat jullie kind hier kan leren? Het is gewoon heel belangrijk dat die kinderen deel uitmaken van een klas en van de school, dat ze daar geen uitzonderingen zijn. Dat ze deel uitmaken van een groep zonder een stempel te krijgen van een kind zonder papieren. Gent zegt dat het een kindvriendelijke stad is en ze tonen dat ook door zo'n maatregelen te bewerkstelligen. Maar het is inderdaad zo dat mensen een aantal rechten hebben. Namelijk recht op onderwijs. We gaan ook de kinderen maximaal toeleiden naar een school. De tijd dat ze hier in Gent verblijven, daar wordt zeer goed op ingezet door diverse organisaties. Maar bovenop dat hebben we als stad Gent er ook voor gekozen om bijvoorbeeld de kinderen ook een busypas te geven, zodanig dat ze ook zich kunnen verplaatsen met het openbaar vervoer naar de school. Daarnaast hebben we ook participeren, vrije tijd en dan hebben we ook een uitpas. En we staan die ook ter beschikking via die organisaties die die mensen begeleiden. En kinderen, als ze hier ook verblijven, maar ook de ouders, hopen dat die ook participeren aan het gemeenschapsleven. Dat ze ook vrije tijd kunnen genieten, dat ze kunnen deelnemen aan activiteiten. Dus hier in Gent hebben we echt een traditie om dingen samen te doen. Het zit echt in ons DNA om partners erbij te betrekken. Als lokale overheid kan je niet altijd bepaalde doelgroepen mensen bereiken, terwijl dat een middenveldorganisatie dat dikwijls wel kan doen. En daarom vind ik het ook belangrijk om deze partners te ondersteunen. Als stad Gent doe je het maximale, je hebt ervaring, maar ik denk dat het heel belangrijk is, gezien ook de internationale en Europese context en vooral een stedelijke context, dat het goed is om goede praktijken uit te wisselen. Om te zeggen van kijk, zo pakken wij aan, zo hebben wij goede resultaten. Maar het is ook altijd interessant om te kijken hoe andere steden het aanpakken, om altijd ook uw eigen werking eigenlijk tegen de spiegel te houden en om nog betere resultaten te bereiken naar de toekomst toe.